is een beetje saai, dus ik ga dat een beetje beginnen te verrijken, zonder het daarom moeilijk te maken. En het eerste wat ik ga doen is in de achtergrond droge acryl gebruiken. En ik ga een kleur mengelen, dus nog eventjes zoeken, die een beetje warm is. Ik doe dat nu door blauw, rood en geel te mengen. En ik ga maar heel dunne laagjes. Ik ga maar heel weinig gebruiken. Dus ik gebruik eigenlijk maar heel weinig verf op mijn palet. Dat is gewoon een plastic bakje. En dat ga ik dan nog een beetje afdrogen. En ik ga starten met heel weinig. En dat gaat een bijna krijtachtig resultaat geven. Dan ga ik beginnen met dezelfde tint te gebruiken in de diertjes, maar dan op een waterachtige manier gebruikt. En ik ga opnieuw met dezelfde menging van rood, blauw en een beetje geel. Maar nu ga ik het sterkste doen. Dus in dit werkje, het is eenvoudig en het is vooral om te tonen, maar dus we zijn vertrokken vanuit krabbels. We hebben eerst de verf heel dekkend gebruikt, we hebben daarmee alles bedekt. Dan hebben we droge delen toegevoegd en dan hebben we natte delen toegevoegd. Dus we hebben acryl in dit werkje op drie verschillende manieren gebruikt. En het blijft heel eenvoudig, maar het